Mijn vader lachte luid en zei: hey, kind, pas toch uit. Had me dan ook... Wie is nu die presentator? Uiteraard zal ik dat niet doen. Dat ligt niet op mijn weg. Ik kan het ook helemaal niet. We hebben een zeer professioneel iemand. Een man die weet hoe hij met kinderen moet omgaan. Die weet hoe hij zo'n kinderprogramma moet presenteren. Overbekend, dacht ik, bij een ieder hier aanwezig. En dan praat ik over niemand minder dan Martin Brosius. Bedankt, bedankt, bedankt. Wat gezellig zeg, al meteen, hè. Ik leg even... Oh, daar zijn ze. Wacht, ik zat even laten zien. Dan weten ze meteen thuis ook waar het over gaat, hè. Zo, is het duidelijk voor thuis? Oké, goed. Lieve mensen, ik zal even de papieren neerleggen. Wat heb ik hier trouwens nog over, zeg? Daar hou je toch ook niet van, maar wie is... Nee, wie is dat nou weer? Wie moet dat wezen? Ben ik dat? Ben ik dat? Wat is hij oud geworden, hè? Nou, oké, die moet maar op zijn rug, hoor, zo. Of op zijn buik, in dit geval. Heeft er niks mee te maken. Nee, want we gaan dat rotspel helemaal niet spelen. Wat zeg ik nou? Zei ik dat rotspel spelen, zei ik dat? Nee, ik bedoel natuurlijk te zeggen, ik zou bijna dat spelletje gaan spelen. Hoe heet het dan ook alweer? Oh ja, ren je! Nou, een paar weten het toch gelukkig. Maar dat gaat... Nee, ja, je luistert, het gaat helemaal niet om dat rotspel. We hebben hier een enorme lijst met allerlei namen. En die worden op het toneel gevoerd. En ik heb er zin in, mensen. Ik heb er enorme zin in. Want... Als ik nou eens vertel dat de Mariaschool aanwezig is hier. En dat hoor je ook meteen als ik roep. Is de Mariaschool aanwezig? Moet je horen. Ja, en dan heb ik me laten vertellen. Die zijn geloof ik ook aanwezig hoor. Dat is namelijk de school De Speelwagen. Ja, hoe is het mogelijk hè? Maar wacht eventjes. Is de kraaienboom er dan niet? De kraaienboom? De kraaienboom zit daar. Zeg, wat leuk allemaal op een rijtje. Oh, wacht even, weet je wat ik nog niet heb genoemd? De Sint-Jozefschool. Ja. En dan hebben we er natuurlijk ook nog de koppeling. Ja, die zitten daar. Oh, wat leuk. Nou, hebben ze allemaal gehad? Of zal ik de dubbeldikke nog even noemen? De dubbeldikke, tuurlijk. Oké, dat hebben ze allemaal gehad. Nou is het de bedoeling, mensen, dat ik niet te lang praat. Het enige wat ik dus moet even... Ja, dat heb ik nog niet gedaan. Ik moet even iedereen hier aanwezig even gedag zeggen. Zullen we dat even doen, gewoon? Want dat heb ik nog niet gedaan. Ik kwam zomaar opgestrompeld net, hè. Dus iedereen even gedag dan, hè. Hoi! Ik zeg hoi! 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 Het begint wonderbaarlijk lekker, moet ik zeggen. Eugenie, hè, staat hier. Eugenie Dudink. Die gaat het spits afbijten, heb ik vernomen. Het spits. Eugenie van de Mariaschool. Ah, kom even bij me staan. Eugenie, moet je luisteren. Ik weet zeker, ze heeft nog niet eens één noot gezongen. En Eugenie krijgt nu al applaus. Hoe is het mogelijk, hè? Hallo. Moet je luisteren. Jij staat als eerste genoemd. En jij zit, dat heb ik goed gezegd, hè? Op welke school? Mariaschool. Jij gaat zingen, alhoewel, het loopt al tegen de middag geloof ik inmiddels, hè? Maar daarom ben je waarschijnlijk nummer 1 gezet, zodat die titel van het liedje ook enige zin hebt, hè? De titel heeft enige zin, dat is het liedje, zeg het zelf maar. Ochtendhumeur. Het liedje Ochtendhumeur. En jij gaat het voor het eerst doen. Ik heb geen idee waar ik heen ga. Ik verdwijn gewoon. Ik ga ergens op een stoel zitten. Nou wil ik alleen van jou weten. Wat heb jij het liefst? Een microfoon in den hand? Een microfoon op den standaard? Of helemaal geen microfoon? Oh ja, nee, want je zingt wel echt natuurlijk. Hè? Het is geen playback natuurlijk. Wat goed. Waar wil je de microfoon het liefst hebben? In mijn hand. In den hand. En dat is de zangmicrofoon ook zowel spreekmicrofoon? Prima. Oh, die is daar. Oh, ik ben helemaal verkeerd. Dus deze is voor mij eigenlijk. En deze is in het vervolg voor een ieder die zijn beste beentje voort gaat zetten. En in dit geval is het voor Eugenie het liedje Ochtendhumeur. Gemopper, gemekker, gezanik en gezeur, dat is bij ons. Thuis elke morgen strijken, zet ze komen duf. En zagrijnig uit in bed, het hele stel is aangebrand. Er wordt gekibbeld om de krant, zelfs de hond kijkt sloom over het randje van zijn mat. Hier
moeder dan een zoenen geef een nep tegen de krant waarin mijn pa zit te lezen en die schreeuwt dan moord in brand. De radio gaat aan voor een wat vrolijke geluid, maar dan wordt mijn zuster kwaad en zet de radio weer uit. Gemopper, gemekker, gezanik en gezeur, dat is bij ons thuis. Elke morgen strijken, zet ze komen duf en zal gereinig uit hun bed. Het hele stel is aangebrand, er wordt gekibbeld om de krant. Zelfs de hond kijkt sloom over het randje van zijn man. Iedereen is in mineur, er wordt geslagen met de deur. Ze hebben allemaal een kanje van een ochtendtumeur. Ik zeg 's morgens wel eens tegen de bakkies, als ik opsta in mijn eentje, misschien zijn dit wel mijn echte ouders niet. Ik ben toch duidelijk bij ons het buitenbeentje. Want vader klaagt dat ik te lang op de wc zit. En Christa zeurt dat er geen suiker in de thee zit. En net als Arjan wil gaan douchen, dan zit Sascha al in bad. Als de deur dan niet op slot is, dan vermoordt ze hem zo. Want ik ben de enige die anders is en altijd blij van zin. Behalve zo rond bedtijd, dan heb ik de kleren in. Gemopper, gemekker, gezanik en gezeur, dat is bij ons thuis. Elke morgen strijken, zet ze komen duf en zal gereinig uit hun bed. Het hele stel is aangebracht, wordt gekibbeld om de krant. Zelfs de hond kijkt sloom over het randje van zijn man. Iedereen is in mineur, er wordt geslagen met de deur. Ze hebben allemaal. Het is wat, hè? Het is, ja, nou, ik moet je luisteren. Het eerste lied, het zit erop, het viel mee. Ja. Ik vond het zo knap dat het helemaal werd bijgeschroefd op een gegeven moment, weet je. Het geluid, zowel jouw stem, het was één harmonie op een gegeven moment. Dat was even in het begin was het een typisch ochtendhumeursfeertje ook echt helemaal. Het was net alsof we allemaal net ons nest uitkwamen, weet je. Ik vond het, ja, als eerste lied. Lieve jury, want dat moet ik even vertellen. De jury die beoordeelt Teen en Tander. En nou is het de bedoeling dat Nia Vriend, die doet de muziekbeoordeling. Nia. En dan hebben we dus verder de journalisten, dat is Ria Korovelijn, die gaat de tekstbeoordeling bekijken. Ja, en dat heb je, nou ja, bekijken, dat is, staat al inmiddels op papier, zie ik, ja. En dan hebben we ook de totale presentatie en die wordt gedaan door Wim Brouwer. Dat dachten we prima een man aan te hebben als regisseur zijnde. Hé Wim? Wimpie? Hij is druk bezig met schrijven. Oké, okay. Ik ben zeer benieuwd wat de cijfers zijn. Want dat gaan we dus nu ook te zien krijgen. Hè? Of niet? Blijft dat geheim? Dat blijft geheim, dat blijft spannend zeg. Nou, dan kan ik niets anders zeggen dan dat de Mariaschool een geweldige prestatie al heeft geleverd. De beste tot nu toe, dat durf ik nu al te zeggen. Oké. Okay. Eugenien gaat terug en we gaan meteen vragen of Femke Metselaar deze zijde op wil komen. Femke, jij krijgt meteen deze microfoon, want dit is de zangmicrofoon, alsjeblieft. Ja. Smaakt die? Ja, dit heeft een hele goede smaak. Dit is dus in ieder geval mijn smaak. Hè. Hier blijf ik erheen praten gewoon natuurlijk. Dit is de zangmicrofoon. Jij gaat voor de speelwagen. Oh, nou ja, niet alleen voor de speelwagen natuurlijk. Voor alle scholen hier aanwezig. Laat alle scholen zich eventjes horen nog. Zijn we er allemaal? Ja, ja, ja. Wacht even. Wil ik toch even exact weten. Jongens, zijn jullie er allemaal? Alleen de jongens, ja? Ja, ja. Nou, dat klinkt toch anders. Oh, dan wil ik het even weten. Van de meisjes wil ik het dan ook weten. Meisjes, ja, ja. Oh, dan wil ik het. Jongens en meisjes, zijn jullie er allemaal? Ja, dat kan niet ook natuurlijk, hè. Zeg, nou, iedereen is er dus, Femke. Jij gaat zingen. Alhoewel het nog niet helemaal zo is natuurlijk. Kijk, dat ochtendhumeur, dat klopte wel. Hè? Dat was deze ochtend. Maar jij gaat het nu hebben over morgen, hè. Niet over overmorgen, maar overmorgen. En morgen, dan is het dus... Zondag. Juist. En dat liedje heet inderdaad dan exact niet zondagmorgen, maar... Zondagmiddag. Hé? Hey? Zondagmiddag. Nou, is dat niet even goed aangekondigd? Mensen, ik vraag alleen maar om applaus. Femke, jij krijgt applaus voor zondagmiddag.
mijn kamer dan eens op. Zondagmiddag, spieten, spatten, spetten. Dat je niks bedenken kan, voor je je te pletten. Juist omdat je op zondag niks mag, is dan zondag voor mij de rotste dag. Zondagmiddag, niks om mee te spelen. Al mijn spullen, die mag je van me stelen. Straks komt de visite, daar kan ik wel op schieten. Krijg ik een kusje, schaam me half dood. Krijg ik weer te horen, wat wordt het kind toch groot. Zondagmiddag, spieten, spatten, spetten. Trek een nieuwe jurk aan, dan ben je straks wat netter. Juist omdat je op zondag niks mag, is dan zondag voor mij de rotste dag. Morgen is het maandag, dan zijn we weer gered. Dan sta ik al om 7 uur gelukkig naast mijn bed. Een week duurt kort, maar dat merk je niet. Tot de zondag er weer is, met precies hetzelfde lied. Zondagmiddag, spieten, spatten, spetten. Dat je niks bedenken kan, verveel je je te pletten. Juist omdat je op zondag niks mag, is dan zondag voor mij de rotste dag. Oh, ben ik blij dat het nog zaterdagmiddag is. Of nee, het is nog niet eens middag, gaan we na. Gewoon een hele lekkere dag houden we nog te goed. Vind je het echt een rotdag, zondags? Nee hoor. Nee, ben gek. Het was gewoon een liedje natuurlijk. Een heel leuk liedje trouwens. Femke Metselaar, jij hebt je best gedaan. Ik zou willen zeggen, geef de microfoon weer aan mij. Dan weet ik zeker dat jullie iets aan haar geven. Ja, natuurlijk. Oké, Femke. Bedankt. Goed, nou sta ik met deze jongen in mijn handen. Meneer Jongehand. Oh nee, dat is... een goede plek voor deze. Pas op hoor. Oude roller. Stefanie Veken heb ik op mijn lijstje staan. En Stefanie is van de Kraaienboom. En jij hebt ook een of ander droeverig gevoel, geloof ik, hè? Ja. Maar ja, dat wil zeggen, niet echt natuurlijk, hè? Nee. Dat is gewoon de titel van... Het liedje. Het liedje, juist, ja. Nou, dat is goed gezegd. Dan hoef ik helemaal niks meer te zeggen. Oh, wacht even. Je gaat een decoortje bouwen, zie ik. Wat is dat? Schelpen. Ja, dat zijn schelpen. Laten horen zo dan. Dat is, duidelijker kan het niet voor thuis. Niemand heeft het kunnen zien, maar wel kunnen horen. Dit zijn schelpen dus. Oké, de camera komt er even bij. Hé? Stoel. Oh, een stoel. Wacht even. Stoel. 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 Geef mij een stoel maar. Geef mij een stoel maar. Oké. Okay. Oh, dat is die rotstoel van jou, hè? Daar zat je erheen, geloof ik, aan de achterkant. Ja, wacht even. Dat is een rotstoel, hoor. Kijk. Nou, het valt mee, geloof ik. Staat die goed? Even kijken. Stefanie, staat die goed? Ja, hij staat niet goed. Even kijken. Wat goed, zeg. Staat die nou, hè? Daar krijgt ze al applaus voor, vind ik. Hè? Oh, nog beter. Nog een beter applaus. Nog een beter applaus. Dan maar. Oh, wat goed. Is er nog niet eens begonnen? Jongen, meisje. Nou, alles is klaar, hè? Het enige wat ontbreekt, dat is de microfoon voor jou nog, hè? Ja. Zal ik je deze geven? Ja. Nee, wacht even. Ik weet een hele goeie, dat is het allereerlijkst. Dit is namelijk de zangmicrofoon. Hoe vind je die? Mooi. Dat is eigenlijk hetzelfde, alleen zit er bij jou een deuk in, hè? Ja. Als jij kan de bovenkant. Ja. Maar dat maakt niks uit, Moet je luisteren. Ik ga zo voor je langs, want anders zitten we in de knoop. Nee, achter je langs moet ik. We zijn uit de knoop, zo. Oké, goed. Het gaat worden dus een droeverig gevoel. Stefanie Veken... doe je best. Je krijgt nu alvast applaus. Vind je niet? Oké. Ik denk dat niemand
Soms gaan we zomers naar het strand. Dat vind ik heerlijk. En het zand drinkt aan je benen. En dan sta ik aan de koele waterkant. Ik heb wat schelpen in mijn hand. Gewoon wat schelpen. En dan opeens, ik kan het echt niet helpen. Is er dat droevere gevoel waar ik de woorden niet voor weet? Ik kan niet zeggen wat het is of hoe het heet. Het lijkt een beetje op verdriet, maar echt verdriet is het toch niet. En soms bederft het toch gewoon de hele boel. Ik denk dat niemand Kijk, daar word ik nou weer een beetje stil van. Heel goed. Heel goed van sfeer. Wacht even, leg maar even neer als je wil. Want hier staat zwarte Mazda. Is hij weg? Is die zwarte Mazda weg? Oh, hij moet weg. Oh, wacht. Gaan we direct wat aan doen. Zeg, ik neem hem maar vast mee, want dan zal ik het strand een beetje schoonvegen zo direct. Weet je wel, man. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik mag me nergens mee bemoeien. Ik mag ook niemand beïnvloeden of zo. Maar mag zij nog een applaus? Gewoon even enig. En het blijft hartstikke spannend, want niemand weet het nog, hè, Stefanie? Nee. Goed, voor Stefanie Veker blijft het dan ook hartstikke spannend. Voor Jasper de Boer daarentegen moet het nu allemaal nog beginnen. Jasper, laat je maar even zien. Dankjewel. Kennen jullie elkaar? Nee. Jullie kennen... Ook dat ik jullie verkeerd had? Oh, nee. Nee, oh, sorry. Nee, is foutje. Nou, het is zo lang geleden, 700 jaar geloof ik al, hè. Is het, hoe gaat het hier met het feest trouwens in Medemblik? Ik vind het goed, Anna. Vind je nog een goed feest? Mag nog wel 700 jaar duren? Ja hoor. Nee, een paar weken is meer dan zat natuurlijk. Wat is er allemaal al gebeurd zo'n beetje? Misschien hebben we daar tijd voor trouwens om daarover te smoesen. Jawel, wel een klein minuutje. Jasper? Er is van alles gebeurd. Nou, daarmee. Oh, je wil in details nog even? Ja, van alles weet ik veel. Van alles weet ik veel. Nou, dat lijkt me heel veel eigenlijk dan, als het van alles ook nog eens een keer is geweest. En nog moet komen, want er komt ook nog een heleboel, hè? Nou, jij komt nu op dit moment in dit, hoe mogen we het noemen? Songfestival gebeuren of liedjesfestival? Ja, Farah's liedjesfestival, mogen we wel noemen, hè? En Jasper, jij gaat zingen voor de Sint-Jozefschool, is nog niet aan de beurt geweest, dus ja, je vader. Nou, dat kennen we allemaal, geloof ik. Is het zo dat bij het couplet wat je gaat zingen, hè? En als men denkt van, hé, ja, ik herken dat couplet. Mag het dan meegezongen worden? Jawel. Door iedereen? Ja. Alle scholen? Ja. Oké, dan weten we, mensen. Maak er een lekker spektakel van. Jasper de Boer met, haha, je vader. Ja.
met zo'n pa. Pa, 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 pa. Ha, 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 je vader, ha, je vader die is gek. Je bent zelf al niet zo lekker, maar je vader is nog gekker. Ja, je vader is nog gekkerder, nog gek. Mijn vader is een wijkagent, daar word ik mee gepest. Ja, kijk, het zoontje van de sneer is en wat doet hij braaf zijn best. Ik word dan wel eens bitter, maar als hij schop me slaat, dan roepen ze hem, hé, je wordt net zoals je pa. Ik hou mijn bek, wat zou ik eens willen zeggen? Ja, want ik ben ook vader natuurlijk, hè? Je had het niet tegen mij, hè? Nee. Moet je luisteren, het is zo... We hebben dus net een heel leuk nummer gehad over het strand. En jij stond zo lekker in die schelpen. Vind je het heel leuk om dat weg te mogen vegen van mij? Zou je het leuk vinden? Jawel. Eerlijk zeggen, vind je het echt leuk? Ja, ik vind het echt leuk. Hartstikke goed doel ook nog even. Want anders staan de anderen misschien met hun blote voeten ze direct. Ik weet niet wat voor liedjes er nog meer gaan komen. En dan staan ze in de schelpen te dansen natuurlijk. Ja, ik vind het trouwens heel goed hoe jij het doet. Jij veegt meer, hè? Jij veegt meer. Niet? Nou, dan vind ik het sowieso een applaus waard. Hij heeft er nooit gevogen. Hij heeft er nooit gevogen. Goed. Oh, wacht even. Het is een knijpmicrofoontje. Ja, en dan gaat deze dan in. Oh, wat goed. Hartstikke bedankt. Zeg, moet je luisteren? De jury die gaat zijn en haar uitstekende werk verrichten. Zullen we deze lange gewoon laten staan in het midden? Ik vind hem wel aardig zo. Oké. Nou, moet je luisteren. Jij hebt al applaus gehad, Jasper, voor je liedje. Maar ik weet zeker, als jij het toneel verlaat, dat hij waarschijnlijk toch nog wel een applausje krijgt. Hey, Jasper de Boer. En als we nou eens even, voordat ik het weer vergeet. Ik heb namelijk een wit papiertje in mijn handen gedrukt gekregen. En er staat op een zwarte Mazda, nummer Br. Br. De beginletters van mijn naam eigenlijk, hè. Br. 77 SN. Wie het ook is, Br 77 SN, zwarte Mazda, mot weg, staat hier met een uitroepteken. Weg met die Mazda. Staat blijkbaar in de weg of zo, dat moest ik er even tussendoor vertellen. Goed, wij gaan meteen door met ons muzikale festival. En wie staat er op het lijstje als nummer 5? Heel duidelijk, Sanne. Sanne van de Kraaiboom. Sanne wordt nu de spil. Wat leuk zeg. Ja, want je heet niet alleen Sanne Spil, maar je bent nu ook de Spil op dit moment. Jij bent het middelpunt, want jij gaat zingen een liedje wat waarschijnlijk ook iedereen kent natuurlijk, hè, van de plaat. Wil je het zelf aankondigen? Want anders moet ik zoveel... ik moet anders zoveel. Ik moet alles alleen doen in mijn eentje en zo. Af en toe komt er zo'n lange steel naast me staan, maar die zegt, die doet ook geen bek open. Ah, moet je luisteren. Als jij nou gewoon je eigen liedje aan wil kondigen, alleen hoe het heet. Sanne Spil gaat zingen, dus hè, Sanne Spil van de Kraaiboom, dat weet je zelf het beste natuurlijk. Hè. Jij gaat zingen het schone liedje. Mijn vader die is schoolklaar. Nou, krijgt ze daar nou geen applaus voor. Sanne, veel succes. En je krijgt van mij deze microfoon, het is een echte zangmicrofoon. Ik ga even voor je staan. Je mag hem in je hand hebben ook, ja, heb je dat liever? Hè, dan kan je je beter bewegen. Goed, Sanne, je krijgt nogmaals applaus. Mijn vader die is hooglaag, gelukkig geen beroeps. Er zou niet van te leven zijn, het is niet zoveel soeps. Hij heeft een stokje en een hoed en kaartjes in een kleine. En lange zintgekleurde sjaals en witte nepkonijnen. En witte nepkonijnen.
heerlijke momenten. Het zijn pijnlijke momenten. Soms moet ik met ze meedoen in dit achterlijke pak. Hij goochelt me dan in een doos en ik denk wat een zak. Mijn man de pakken zijn te klein en olie tikken benen. En ook haar dingen zijn te veel. Ik zit met kromme tenen. Ik zit met kromme tenen. Ik wou dat ik van school af was, ook daar gaan ze doen. Ze schamen zich ook nergens voor, ze kennen geen fatsoen. Dus na dat feestje ga ik niet, ik zal daar niet verschijnen. Ik zeg dat ik hondsdolheid heb, ik wil voorgoed verdwijnen. Ik wil voorgoed verdwijnen. Ja, ja. Ja, ik vind het schattig hoor. Zullen we die lange weg doen eigenlijk? Want die doet helemaal niet mee, die lange. Die lange die gaat eventjes weer van het podium af. Ja? Zal ik hem even een steel geven? Zo. Hij heeft zijn best gedaan. Oké. Hoe voel je het zelf? Goed. Nee, maar ik bedoel eigenlijk, want dat maakt de jury wel uit natuurlijk. Maar ik bedoel, om het te doen, hoe vond je dat? Best wel leuk. Ja? Oké. Hartstikke leuke ervaring. Nou, iedereen heeft het mee mogen maken in Medemblik. We zijn hartstikke benieuwd wat de jury ervan gaat zeggen. Het blijft nog een... Ja, dat blijft natuurlijk ook de hele morgen een enorme spanning. Want dat weten we pas tegen het einde. Wat ik wel zou kunnen zeggen al, voor iedereen en allemaal die hebben meegedaan... die krijgen toch allemaal iets van hetzelfde. En daarnaast iets van hetzelfde. Dus dat zijn twee cadeautjes. Twee dezelfde cadeautjes voor iedereen die heeft meegedaan. Dat is in ieder geval meegenomen al. Hè? Er wou er eentje gaan klappen. Ik bedoel, je weet nog niet eens wat het is. Nou, oké. Okay. Nou, oké. Okay, nee, goed. Ik weerhou het niet, hoor. Ik zal ze direct vertellen wat het is. Wat iedereen krijgt. Oké? Okay? Goed. Of zou je nog een liedje willen zingen, Sanne? Nee, alsjeblieft niet. Hè? Alsjeblieft. Oké, okay, ik heb niets gezegd. Moet je horen. Frummel even in deze... Kijk, dan knijp ik. Frummel jij maar even in. 1, 2. Hup, zit je duim er niet tussen. Prima. Hartstikke goed zeg. Je bent blij dat je eraf bent? Ja. Dan geef ik dan nog een extra applaus. Ja? Dan mag je nu af. En bij het afgaan van Sanne Spil gaan we meteen door naar iemand van de Kraaienboom. Nee, wacht even. We gaan verder. We gaan nog verder. We gaan naar de koppeling maar een keer. Ik zie namelijk het woordje tandarts staan. Het woordje tandarts zie ik staan. Oh, mijn dutter. En wie gaat dat zingen? Dat is Jessica van de Sluis. Jessica, laat je zien. Dan weet ik zeker, als je deze kant opkomt en hier opklautert... Het eerste applaus is voor jou, hoor. Jawel. Hoi. Hoi. Ik zeg hoi. Hoi. Hoi, hoi. Hoi. Nee, ik zeg hoi, hoi. Hoi. Nou, oké, er zit niet meer in. Maar wat er wel in zit, dat is dat liedje Goochelaar, hè? Nee. Kijk, nee, wacht eventjes. Dat is oké. Okay. Ik moet helemaal... Oh, ja, wat zei ik nog net? Die tandarts zei ik net. Hoe zien die jou eruit? Nou, prima, toch? Ik luister, jij gaat specifiek het liedje tandarts zingen. Laat nog eens kijken. Dat is heel goed. Zijn witter dan de mijne hoor. En kom even naar voren, Jessica. Jessica, jij krijgt een tandartsstoel waarschijnlijk. En een... Of niet? Zover ga je niet? Nee. Oh, prima. Dan gaat het misschien alleen om de microfoon. Ik doe hem even zo. Ja, heb je hem? 1, 2. Ja, lekker. In je hand of had je hem toch liever in de... In de hand. In de hand? Ja. Oké. Okay. Hij smelt niet. Misschien als je hem in je mond stopt. Ja, maar dit smelt niet in de hand in ieder geval, dat weet ik zeker. Want ik heb een hele morgen heb ik hem al bij me. Goed, Jessica van de Sluis gaat dus zingen het liedje Tandarts. Van de tand. Hè? Van de tand. Wacht even, joh. Tandarts. Van staat... de tand. Van wie? Van wie? Van de tand. Van de tand? Wat is ja. dat? Oh, zo heet die tandarts, ja. die trekt. Ja. Oké, okay, dat is hij. Goed. Ben je zenuwachtig een beetje? Ja. Hè? Ja. Nou, ik ben ook doodnerveus hoor. Bij het woord tandarts alleen al. Oké, okay, maar veel succes ermee. Applaus ook, hè. Het liedje Tandarts. Oh, mijn tandarts van de tand. Ben ik zo bang, bang, bang. Zo vreselijk bang. Oh, vreselijk bang. Oh, mijn tandarts van de tand. Ben ik zo bang, bang, bang.
eigenlijk bang. Maar mijn tandarts van de tang ben ik zo bang, 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 zo vreselijk bang. Afschuwelijk bang. Ik ben niet bang voor mannen met een mes of een pistool. Ik vrees niet voor tirannen in de straat of op de school. Een bokser geeft een klapper, een judoka vraagt een gooi. Ik kan je wel verkappen, ik kijk niet terug voor een toernooi. Maar met tanden van de tang ben ik zo bang, 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 zo vreselijk bang. Afschuwelijk bang. Maar mijn tandarts van de tang ben ik zo bang, 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 zo vreselijk bang. Afschuwelijk bang. Maar mijn tandarts van de tang ben ik zo bang, 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 zo vreselijk bang. Afschuwelijk bang. Bang. Het was geen geintje hoor, hij viel bijna uit mijn handen. Oh ja, mij werd gevraagd in verband met de uitsnede, dat is technisch even hoor, dat deze lange even zo achter die plant moeten. Ja? Dan, ja? Oké, voor thuis is dat, goed. Zeg, dat was het liedje Tandarts, Jessica. Spannend hè? Ja. Hartstikke benieuwd wat de jury daarvan gaat zeggen zo direct. Maar weet je, voordat we Danielle van der Meer aan het woord laten, wil ik jou van je microfoon ontdoen, ja? En dan kan jij rustig naar je plaats gaan. En misschien ook wel met een applaus. Ja. Oké, ik heb er al genoemd. Ik heb er al genoemd. Danielle van der Meer. Dag Danielle. Zo, zenuwachtig ook een beetje? Ja, een beetje. Ja, ja, nou, misschien ja. Nou, een heel klein beetje. Ja. Jawel. Moet je luisteren, dit is namelijk zo. Er zijn er al 6 geweest. We zijn nog niet eens op de helft. Kijk, deze krijg je sowieso van mij al. Ja. Dus de zangmicrofoon. Jij gaat... zingen. We hebben het al een keer gehoord deze ochtend. We krijgen nogmaals het liedje Ochtendtumeur. Ja. Oké, okay. Voor de jury heel interessant natuurlijk, want dan kunnen ze dus enzovoorts enzovoorts. Daar wil ik me verder helemaal niet mee bemoeien. Maar jij krijgt in ieder geval applaus voordat je begint. Vind je niet? Oké, okay. Succes. Gemekker, gezanik en gezeur, dat is bij ons thuis. Elke morgen strijken, zet ze komen duf. En chagrijnig uit de met. Het hele stel is aangebrand, er wordt gekibbeld om de krant. Zelfs de hond kijkt sloom over het randje van zijn mand. Iedereen is in mineur, er wordt geslagen met de deur. Ze hebben allemaal een kanje van een ochtendtumeur. Maar gelukkig is er één in ons gezin. En dat ben ik. En ik heet Jurgen. Ik breng dus morgens al meteen de stemming in. Hoewel mijn broer me daar met liefde om zou wurgen. Ik kom al aangekleed en zing het naar beneden. En spring de trappen van de laatste 7 treden. Ik geef mijn moeder dan een zoen en geef hem met tegen de krant. Die mijn pa zit te lezen en die schreeuwt om moord en brand. De radio staat aan voor een wat vrolijke geluid. Maar dan wordt mijn zuster kwaad en zet de radio weer uit. Gemoppen, gemekken, gezanik en gezeur, dat is bij ons thuis. Elke morgen strijken zet ze komen duf. En chagrijnig uit de met, het hele stel is aangebrand. Gekibbeld om de krant. Zelfs de hond kijkt sloom over het randje van zijn mand. Iedereen is in mineur, er wordt geslagen met de deur. Ze hebben allemaal een kanje van een ochtendtumeur. Ik zeg 's morgens wel eens tegen de pakiet. Als ik opsta in mijn eentje. Misschien zijn dit wel mijn echte ouders niet. Ik ben toch duidelijk bij ons een buitenbeetje. Dat ik te lang op de wc zit. En Christa zult er terug en suiker in de thee zit. En net als Arjen wil gaan douchen, dan zit Sasje al in bad. Als de deur dan niet op slot is, dan vermoord zij hem zo wat. Ik ben de enige die anders is en altijd blijven zitten.
Heb ik 's morgens ook wel eens last van hoor, met de mond in. Danielle van der Meer, je hebt hartstikke goed je best gedaan. Je hebt applaus gekregen. En wellicht, als jij, heb je wat in je oog? Nee, ja. Is dat die spot? Oh, zie nee, je die spot? Nee, maar ik heb voor mezelf wat in mijn oog. Oh, voor jezelf heb je wat in je oog. Ja, want ik zie die spot, maar het is bespottelijk inderdaad. Maar goed, oké. Maar we staan er wel goed op zo. Iedereen kon zien wat jij in je ogen hebt. Eens kijken, wat had je nou in je oog? Dat is niet te zien eigenlijk, hè? Ja, nee, gewoon last. Dat heb ik al een tijdje. Wat heb je? Gewoon last van mijn ogen. Ja, ja. Ja, maar dat heb je misschien wel meer mee, hoor, met die spots en zo. Dan geven we dan een extra applaus. Sla het uit je handen zodanig dat haar ogen niet vrijkomen dan. Zo, nou, daar heb ik twee handen voor nodig. Nou, dan leg ik hem hier neer. Goed, wij gaan verder met de volgende kandidaat van de Kraaienboom. En Laura heeft daar wel zin in, hè? Laura van IJzerlo. Zo. Hallo. Ik zeg hallo. Hallo. Ah, geef er even een applaus, moet je horen. Ja. Zit eens een beetje die andere geluiden te maken. Moet je luisteren. Danielle heeft net ochtendhumeur gezongen. Maar jij gaat voor de Kraaienboom en voor een aller, zoals we hier zitten, het bekende lied zingen. En ik vind het leuk als er meegedaan wordt. Hè? Als we denken van, hé, dat kennen we. Ja, dan klappen jullie gewoon mee. En als je denkt van, hé, dat ken ik helemaal niet. Nou, dan klappen jullie ook maar mee. Hè? Zullen we dat afspreken? Oké, Baas van het Journaal. Gezongen door Laura van IJzerlo. Zo. Alsjeblieft. En nogmaals, voordat ze begint, een applausje. Vind je niet? Doe je best.
hebt wel tijd. Wat? Je hebt wel tijd. Dat ik kwam? Nee, dat ik klaar was. Dat je klaar was? Ja. Nou, in ieder geval, kijk, de jongens die vinden het hartstikke leuk dat je klaar bent. Nou, ja. Geloof ik. En de meisje, nou moet je luisteren. Ik vond het liedje aan zich is hartstikke leuk. Ja. Nee? Ja. Ze hebben ook, de meesten hebben toch ook lekker meegeklapt. Ja. Heb je het gemerkt? Ja. Diverse floten er zelfs mee. Ja. Het was een hartstikke leuk kabaal, alles bij elkaar. Baas van het journaal wordt nu beoordeeld door de jury. Ja. Jij mag de microfoon hier weer tussen de klem inzetten. Zal ik even dit zodanig drukken dat hij erin kan? Hartstikke goed. En ik weet zeker dat je geweldig je best hebt gedaan, Laura. En daarom krijg je alsnog een afscheidsapplausje weer. En nou maar afwachten natuurlijk, hè, wat de jury ervan zal zeggen. Laura is dus nu inmiddels terug naar haar plek, heb ik gezien. En vandaar dat wij dus nu heel snel hier naartoe willen halen. Paula. Jawel, Paula van de Speelwagen. Paula Nierop. Dag Paula. Hallo. Hoe oud ben je? 12. Nou, ja. In de 8e groep zit je. Ja. Even kijken wat ze ervan terecht brengt hoor. Dat kan ik nog niet zeggen, staat hier. Nee, natuurlijk niet, want ze is nog niet eens begonnen. Maar je gaat iets doen over een droeverig gevoel. Ja. Dat is jouw liedje. Ga ik even mijn repertoire hier neerleggen. Want kijk, dat wou ik als tussendoortje toch even zeggen, lieve mensen. Een van de prijsjes die door iedereen verkregen gaat worden. Dat is misschien wel leuk, ook voor thuis. Is dat voor thuis te zien zo? Ja. Dat is dus een t-shirt als herinnering aan dit, van dit varen gebeuren. Gewoon een echt songfestival Vara t-shirt. Oké, dat is dus voor jou zo direct niet alleen, maar voor iedereen. Dus ik ga deze even over de arm meenemen. Ik ga jou alsnog aankondigen met het lied wat ik al genoemd heb. Droeverig gevoel. Je pakt zelf de microfoon. Ik vind het hartstikke spannend wat jij ervan terecht gaat brengen. Ja? Ik weet zeker dat ook Paula van hierop. Paula, jij krijgt ook een applaus alvast voordat je begint. Jawel, Paula Nierop. Er is zo'n droevig gevoel waar ik de woorden niet voor weet. Ik kan niet zeggen wat het is of hoe het heet. Het lijkt een beetje op verdriet, maar echt verdriet is het toch niet. En soms bederft het toch gewoon de hele boel. Ik denk dat niemand echt begrijpt wat ik bedoel. Soms gaan we zomers naar het strand, dat vind ik heerlijk. En het zand prikt aan mijn benen en dan sta ik aan koele waterkant. Ik heb wat schelpen in mijn hand, gewoon wat schelpen. Maar dan opeens, ik kan het echt niet helpen. Er is dat droevere gevoel waar ik de woorden niet voor weet. Ik kan niet zeggen wat het is of hoe het heet. Het lijkt een beetje op verdriet, maar echt verdriet is er toch niet. En soms bederft het toch gewoon de hele boel. Ik denk dat niemand echt begrijpt wat ik bedoel. Ik mocht met oma naar de stad en ik had een jas van haar gehad voor mijn verjaardag. En een zon scheen en ik kreeg ook nog patat. Maar oma is gewoon schat, maar dan in ene, dan is het net alsof de zon.
nooit heeft geschenen. Er is dat droevige gevoel waar ik de woorden niet voor weet. Ik kan niet zeggen wat het is of hoe het heet. Het lijkt een beetje op verdriet, maar echt verdriet is het toch niet. En soms bederft het toch wel anderen. Ik denk dat niemand echt begrijpt wat ik bedoel. Ach, ik weet zelf niet eens wat ik bedoel. Ja. Je weet zelf niet eens wat je bedoelt. Ik weet zelf niet wat ik bedoel. En dat zonder stoel. En zonder schelpenstrand. Ik mag niks zeggen natuurlijk tegen de jury. Ze zijn heel drukdoende. Wat denk je zelf? Heb je enig idee wat het gaat worden? Nee. Dat weten jullie, hè? Er zijn 3 bekers te verdelen. Behalve dat iedere deelnemer en deelneemster. Dus iedereen krijgt sowieso, waar ik het al net heb ik net laten zien, hè? Dat t-shirt. Hè? Daarnaast dat t-shirt nog iets aardigs, dat kom ik zo direct even vertellen. Dat krijgt iedereen. Maar er zijn 3 bekers te verdelen. En dat is de 3e prijs, de 2e en tenslotte de 3e. Of de eerste. Oh, wacht. Ja, de eerste. Ja, we hebben maar 1 eerste namelijk en 1 derde. Het is goed dat je het zegt hoor trouwens. Hé, wat fijn dat je dat lied hebt willen zingen nogmaals. Droevere gevoel, ik vind het een heel lief liedje. Paula, bedankt. We krijgen nou een ander meisje van de speeldoos. Oh, is een speeldoos. Hoe kom je nou aan de speeldoos? Die bevindt zich toch in Zaandam, geloof ik, hè? Nee, de speelwagen. Je weet wie ik bedoel. Wie moet er komen? Nanda Diel. Nanda, heb je het gehoord? Je mag deze kant op komen. Nanda Diel, hartstikke goed. Geef de microfoon aan Nanda. Oké. En geef haar nog even een applaus. Jawel. Jongen, Paula met het schitterende liedje Droevig Gevoel. En Nanda gaat iets heel anders doen. Ja, dat zou ik je ook maar aanraaien natuurlijk. Hè? Want, ja. Moet je horen, kom eens even af. Nanda, jij gaat iets doen wat iedereen ook mee zou kunnen zingen. Als ze dat zouden willen tenminste. Ja. En zou jij dat ook willen? Ja hoor. Ik bedoel dat ze meezingen. Ja. Jij wil natuurlijk sowieso dat je zelf gaat zingen. Ja, natuurlijk. Oké, kondig het zelf. Ik ben wel schor. Wat ben je? Schor. Ach, moet je luisteren. Is het te horen? Nou, wacht even. Probeer het eerste refrein te zingen. Als het een beetje schor klinkt, weet ik zeker dat iedereen jou mee gaat helpen. Ja, maar het laatste refrein kan ik niet zingen. Dan dans ik gewoon. Oh, jij danst en dan mogen de mensen in de zaal mogen gaan... Ja, zingen. Oké, dat is dus een klein verzoek alvast. We kennen het allemaal. Het is dus het bekende nummer Meidengroep, jongens. Hey, jongens. De Meidengroep heet het liedje. En het laatste couplet, als jij gaat dansen... Mag de rest, iedereen mag dan gaan? Zingen. Oké, maar nu ga jij eerst. Ja, zingen. Juist, oké. Voor haar, ja, voor haar eerste couplet begint, krijg je alvast een applaus. Ja, ja? Succes hè. Hoi. Ik heb ze thuis eens laten weten, wat ik later worden wil. Het is net onder het eten, werd een ogenblikje stil. Want ik zei dat ik wou zingen en het liefste in een groep. Oeh, dat gaf groot gedonder, binnen gaat zijn hand gemeen. Maar ik bleef er nuchter onder en ik riep er dwars doorheen. Hou maar op, ik blijf erbij, dat zij met mij gaan zingen in een meidengroep. Dat is iets dat ik al tijden roep. Alles dieper dan kantoor, hou maar op, ik blijf erbij. Dat zij met mij gaan zingen in een meidengroep. Wat is er mooier dan zo'n vrij beroep? We willen bij zo'n groep, we zetten door. Hebben ik nu bij je tante, bij mijn oma en op mijn oom. Van alle kanten wordt de wakker uit die droom. Ga toch liever iets studeren, maar dan zweer ik bij zo'n groep. Oeh, dan moet je zo horen dat ik toegeef aan mijn geel.
maar dan zeg ik plomp verloren. Ik doe lekker wat ik wil. Haal maar op, ik blijf erbij. Dat zij met mij gaan zingen in een meidengroep. Dat is iets dat ik al tijden doe. Alles liever dan kantoor. Haal maar op, ik blijf erbij. Dat zij met mij gaan zingen in een meidengroep. Wat is er mooier dan zo'n vrij. Ging heel goed. Ze hebben ook, iedereen deed ook inderdaad datgene wat we zo'n beetje hebben gevraagd. Omdat het ging ietsje hoger, geloof ik. Hè, dat ja, en ik ben nog geschoren van het schoolreisje. Vandaar, heel slim gevonden. Terwijl je er toch nog even indook, hè? Ja. Het eerste zinnetje en toen ging het weer ietsje hoger. Toen dacht je nou... Nou, mogen we weer. Zo is dat, oké. Okay. Jury, ik vond het een hele goede oplossing. Ik moet even een mededeling. Nee, wat zeg je nou? Mededeling? Nee, mededeling. Nee. Ja, mededeling. 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 Het is wat een mooie taal, hè, Nederlands. Ja. Hè? Even een mededeling dus. Wil je. Oh, dat ben ik. Oh, ik moet even iets noemen. Dat moet close op de camera of zo. Ik weet niet of camera 1 of 2 dat doet. Er staat namelijk Radio TV West-Friesland, zou ik even noemen. Bij deze. Lukt dat jou? Ja? Laat ik hem even zien. Hey. Is het te zien? Moet je me even zeggen, ho, stop? Dat moet er even tussendoor, lieve mensen. Zeg maar even, ho, stop als het zover is, hè? Voor thuis is dit, hè, alleen. Ja, stop. Dat moet er even tussendoor, lieve mensen. Zeg maar even, ho, stop als het zover is, hè? Voor thuis is dit, hè, alleen. Ja, staat het erop? Je verstaat toch vanzelf wel in Nederland? Moet ik een beetje West-Fries praten, hè? Hey. Hij verstaat het wel, geloof ik. Ik dacht dat hij hem niet verstond of zo. Staat hij erop? Oké, zo. Nou, er wordt gewoon heel keurig geknipt verder en voor de rest niks. Nou, oké. Dan moest ik even zeggen, vind je het heel erg? Nee. Dat stoort jou niet? Nee, ik ben al klaar. Ja, je bent klaar natuurlijk, hè? Dus jouw zenuwen zitten erop. Ben je benieuwd wat de jury gaat zeggen? Ja, best wel. Nou, je krijgt in ieder geval dat t-shirt, dat krijg je sowieso, hè? Dat heb je gezien. Ja. Weet je wat je nog meer krijgt? Nee, sowieso. Wat? Een pen of zo. Even kijken, even om het hoekje kijken. Kijk even mee. Wat is er nog meer? Oh nee, wat zonde, geen pen. Oh, wat erg, hè? Dan krijg je dit, wat erg, hè? Mooi. Oh, wacht, het is misschien nog wel mooier dan een pen. Ja. Dit is het VARA Kinderen voor Kinderen boek, mensen. Ja, nee, zonder om applaus te vragen, hoor. Ik laat het toch even zien. Hey, is dat niet leuk voor ze? Ja, oké. Dit krijgt iedereen dus, hè? Dus, ja. dus jij ook? Ja. Zo direct. oké, dat gaat weer eventjes om het hoekje. Misschien dat jij één van de drie prijzen ook in de wacht sleept, dat weet je ook nooit natuurlijk. Dat weten we pas na afloop, nadat we Rivka hebben aangekondigd even. Rivka krijgt ook de kans om één van de drie prijzen te winnen. En sowieso, Rivka even voluit. Rivka Blik. Even werpen. Ja, ik heb mijn blik geworpen. Ik heb mijn blik geworpen. En wie komt er aangelopen? Ja, geef jij jouw microfoon dan aan haar. En geef haar dan weer een applaus. Want ze deed het heel sportief ook, hè? Oké. En jij krijgt dan meteen applaus. En gaat in één moeite door. Heb je een stoel nodig? Even een stoel. Er komt er eentje aan, hoor. Waar wil je hem hebben? In het midden? Opzij? In het midden. In het midden. Oké, goed. Even de stoel... Zitten. Ja, waarom heb je eigenlijk een stoel nodig? Waarom? En daar zit ik op. Omdat jij wilt gaan zitten vandaag. Jij gaat meteen zitten of je begint te staan en dan... Meteen zitten. Je gaat meteen zitten. Oké, ga lekker zitten, meid. Zo, dat zit goed. Zit het lekker? Ja. Oké. Jij gaat zingen, Rivka, het zittende liedje. Lekker rustig dus.
zondagmiddag. Ja, klopt. Heb ik het goed? Ja. Oké. Zullen we jou ook een applaus geven? Dat is een beetje raar om te vragen misschien. Maar zal ik het even aan hun vragen? Ja. Vinden jullie het leuk als Rivka ook een applaus geeft voordat ze begint? Oké. Succes, Rivka. Zondagmiddag. Om te haten en je moeder maar zeuren aan je kop. Heb je niks te doen, ruim je kamer dan eens op. Zondagmiddag spitter, patter, spetter. Omdat je niks bedenken kan, verveel je je te pletten. En ook omdat je op zo'n dag niks mag, is zo'n zondag voor mij de rotste dag. Zondagmiddag, niks om mee te spelen. Al mijn spullen, die mag je van me stelen. Straks komt er visite, daar kan ik wel op schieten. Krijg ik een kusje, ik schaam me half dood. Krijg ik weer te horen, wat wordt dat kind toch groot? Zondagmiddag, spitter, spatter, petter. En trek je nieuwe jurk aan, dan ben je straks wat netter. En juist omdat je op zo'n dag niks mag, is zo'n zondag voor mij de rotste dag. Morgen is het maandag, dan zijn we weer gehecht. Dan sta ik al om 7 uur gelukkig naast mijn bed. Een week duurt kort, maar dat merk je niet. Tot de zondag er weer is, met precies hetzelfde lied. Zondagmiddag, spitter, spatter, spetter. Omdat je niks bedenken kan, verveel je je te pletter. En ook omdat je op zo'n dag niks mag, is zo'n zondag voor mij de rotste dag. Zo Rivka, dat zit er ook op, meid. Nee, je staat alweer, zie ik. Maar het zit erop, inderdaad. Goed, ik zal deze stoel even hier zodanig neerzetten, zodat het toneel weer vrijgemaakt kan worden voor de volgende. We zijn al ver over de helft, maar nog lang niet aan het einde. Rivka, jij hebt zondagmiddag gezongen. En wat denk je wat Iris Noobak gaat zingen? Enig idee wat Iris gaat zingen? Nee. Je kent Iris ook niet? Nee. Iris zit, dat wil ik wel even vertellen hoor. Iris zit op de dubbeldikker. Op de dubbeldikker zit ze. Kijk maar. Iris, no, zie je wel? Ja. Klopt hè? Maar je kent haar niet. Nee. Zullen we even voorstellen aan je? Ja. Iris, wil je even deze kant op komen? Zou je haar, jij kent haar, ja dat is leuk. Oh, alleen gefluit, toch geen applaus krijgt ze? Oh, wel applaus, wat leuk. Iris, moet je luisteren Iris. Jij kent haar niet? Nee. Oh, stel jullie even elkaar voor, dan is wel leuk. Rivka. Ja, wat leuk. En jullie wonen beide in Medemblik? Nee, ik woon in Grotebroek. Oh, jij woont in Grotebroek. Oh, wacht even. Vandaar natuurlijk. Hey, wat goed. Zeg, moet je luisteren. Jij krijgt van haar krijg jij nou de microfoon. Ja, doe maar even officieel. Jij loopt achter haar om zo. Ja, zodat zij vrij komt om haar lied te zingen. En zij krijgt dan nog wel een keer een applausje. Hartstikke goed. Zeg, dat zit er goed op, zo. Rivka met zondagmiddag. En ik zei het al. Iris, is het no bak of no bak of no back? No bak. No bak met CK. Nee, dat we het even weten, mensen. Hè? Iris komt uit Grotebroek. Wat leuk zegt, Grotebroek. Dus al die scholen die hier zijn aanwezig zijn. Hè? Die... Het is niet de dubbeldikker, het is de dubbeldekker. Oh, wat lees ik hier? Nee, wat lees ik hier? De dubbeldikker. Huh? U zegt de dubbeldikker, maar het is de dubbeldikker. Ja, maar wat staat hier bij Iris Noobak? De dubbeldikker. De dubbeldikker staat er, hè? Het is een typfoutje. Maar ik had het moeten weten, want ik heb het al eerder gezegd. Alhoewel, nee, dat is niet waar. De dubbeldikker, zoals het hier staat, is nu pas het eerst aan de beurt, hè? Ja. Maar ik zal niet meer zeggen de dubbeldikker, maar de dubbel... Dikker. Afgesproken. Oké. Goed, Iris, jij staat er klaar voor. En jij gaat het hele bekende
hartstikke populaire liedje, wat iedereen ook waarschijnlijk wel kent, wel zeker kent. En misschien wel allemaal mee gaat zingen en mee gaat klappen. Zullen we dat doen, mensen, als ik alleen maar roep, op en onbewoond? Succes. Beetje lachen, beetje lachen. Op een onbewoond eiland loopt niemand voor je neus. Jij voelt je nu vrijband met minusteleus. Geen idee, want je hoeft het niet, want hier kan je ligt op je luie harde wiet. Geen beetje voelen, loopt wel uit de kokosnoot. Je wordt vanzelf groot op een onbewoond dag en touw, een punaise in mijn voet, marmelade op mijn linkermouw. Zag ik nog niet goed en toen met die steen, je maakt het reeds, we zijn de handen en de benen. En de tram die ik nam, die steken in de steeg. Op een onbewoond eiland, loop niet. Namelijk de titel van het volgende liedje. Oh, kijk, oh, wat leuk. Iris krijgt Iris. Is dat, het zet toch Iris, of niet? Ja. Of Narcisse? Iris. Iris, ja. Iris, ja, ik heb er niet zo van bestaan. Wat leuk, wat, ah, oh, dat vind ik echt leuk. Iris, die Iris krijgt. En ik roep het meteen, hieberdiepieberdiepiep, alsof je jarig bent, zei ik. Maar ik zei, hieberdiepieberdiepiep. Heb je ze weer? Hoera! Het gaat helemaal niet om hoera. Oh jawel, hoera! Hieperdiepieperdiep, hoera! Dat is het volgende liedje. Wat gezongen gaat worden door Suzanne Pennekamp van de Mariaschool. Ja, Suzanne Pennekamp, hoi! Suzanne, wat leuk. Is dat een. Oh, dat had het een pen. Een pen. Oh nee, dat is een vlaggetje. Ik wat moet jij nou met een pen, weet je wel? Jij met je Irische Iris, jij gaat terug naar je plek. Jij geeft die microfoon aan de. Moet ik het goed zeggen, Suzanne. Ja, Suzanne Pennekamp heb ik goed gedaan. Jij krijgt Iris sowieso een applaus omdat je zo geweldig gedaan hebt. Ja? En ik ga roepen, hieperdiepieperdiepiep. Heb ik het goed aangekondigd? Ja. Ga ik het nog één keer aankondigen en dan in plaats van hoera, gaan jullie klappen. Hieperdiepieperdiepiep. Ja. Voor jou. Succes. Emma wachten, Emma vragen, zoveel nachten, zoveel dagen. Wanneer ben ik jarig, mama? Wanneer ben ik jarig, pap? Zoveel dagen, zoveel nachten, zoveel spannende gedachten, kaarten, brieven en visite. Zing er staan.
zeg, mama, papa, zeg me toch, hoeveel nachtjes slapen nog? Nog 4, nog 3, nog 2. Zoveel dagen, zoveel nachten, zoveel spannende gedachten, kaarten, brieven en visite, zingen staat en appelsap. Mama, papa, zeg me toch, hoeveel nachtjes slapen nog? Nog 4, nog 3, nog 2, nog 1. Ja, 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 hiep, hiep, hoera. Er is er eentje jarig. Hiep, hiep, hoera. Er bent er eentje uit. Hiep, hiep, hoera. Er geeft er een. Wel te rust, ik ben moe hoor. Volgend jaar doe ik het weer. Gaan we dan met mijn vriendinnen naar? Dat moet ik nog bezinnen. Volgend jaar wil ik het liefste. Wanneer is dat volgend keer? Mama, papa, zeg me toch. Hiep, hiep, hoera. Er is er eentje jarig. Hoeveel nachtjes slapen? Wat roepen ze nou, denk je? Suzanne. Suzanne toch? Ja. Ja. Zeg Suzanne, dat was jouw aandeel. We zullen kijken wat Nia, Ria en Wim daarvan gaan breien. Dat zijn de drie juryleden, zoals je weet. Ja. Voordat we weten wie de eerste, de tweede, zowel de derde beker in beslag gaat nemen, hebben we nog een aantal kandidaten die we op het podium willen hebben. En dat is onder andere Judith. Judith Schaap is dat onder andere. Judith. Dit is geen Judith. Nee, Judith ziet er heel anders uit. Dit is ook niet Judith. Judith Schaap. Ik zal even vertellen voordat we misschien weten. Oh, die komt ook van de dubbeldekker. Vandaar ja. Ja, nee, je mag komen, ja. Kijk, wat moet je kijken, Judith, voordat je applaus krijgt, hè? Moet je kijken wat hier staat. Judith Schaap. En wat staat erachter? De dubbeldekker. Hè? De dubbeldekker. Heb ik te veel gezegd? Nee. Maar het is de dubbel. Dekker. Is net zo erg. Oké, we gaan zingen het lied Haha. Je vader. We hebben het al een keer gehoord. We zijn benieuwd hoe jij het ervan terecht gaat brengen. Suzanne Pennekamp geeft jou nu de microfoon. En Suzanne gaat naar haar plek met de mooie zinsnede. Piepidi piepidi piep. Want dat was haar liedje, hè, tenslotte. Nou. Judith, jij gaat een tekst zingen. En ik hoop dat de jongens, en een paar jongens die weten de tekst niet, maar die fluiten dan de tekst. Dat is een beetje, moet je even een beetje, ja, daar moet je een beetje aan wennen natuurlijk. Of heb je liever dat ze gewoon de tekst meezingen met woorden? Maakt niet uit. Dat maakt niet uit, dat mag gefloten worden ook. Maar als de anderen het maar niet merken dan of zo, hè? Zoiets. Ja. Goed, ik ga Haha, je vader, dat is de titel van het liedje. Judith, je bent een beetje nerveus, eerlijk zeggen. Ja, zie je wel, je hoort me niet eens, hè? Ben je een beetje nerveus, toch wel? Ja. Ja, en als de jongens wat minder fluiten, dan ben je minder nerveus? Ja. Oké, jongens, ietsje minder fluiten dan, oké. Want anders je schrik je rot hier als je het geluid hoort. Ga lekker in het midden staan, in de spot zo. Eens kijken, alle aandacht voor jou. Het liedje Haha, je vader, gezongen door Judith Schaap. Nee. Oh nee, ik moet weg. Al roep ik slotverdomme, dan wijst ze me na. Dan zeggen ze niet zoeken, anders gaan we naar je pa. Pa, 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 pa. Ha, ha, je vader, zeg je zelf niet zo lekker. Maar je vader is nog lekker, maar je vader is nog lekkerder dan gek. Vader
dat niet zo lekker, maar je vader is de gekste, maar vader is de gekste, dus dat is. Vader heeft de aandacht, protest, haha, we hebben aan die vader van jou allemaal de best. Dus heilig en soms vecht ik, soms schuim ik me plots, is alles uit zijn ogen en ik ben alleen maar trots. Zo lekker, maar je vader is nog lekker, maar mijn vader is mijn vader. Hou je weg. Hou je weg. Nou, ik vond het hartstikke goed. Zeg, het klonk meteen veel beter. We konden meteen de tekst ook verstaan. Heb je het gemerkt? Ja, je kan beter gewoon meezingen in plaats van meefluiten. Echt waar, ik vond het heel goed van de jongens. De jongens hielden ineens op met fluiten en toen hoorden we heel duidelijk wat je zong. Veel beter dan in het begin. He, ik hoop dat de jury dat er ook mee eens is. De jury is druk doen door, dat is ook een hele moeilijke taak natuurlijk. Wat denk je er zelf van op dit moment, eerlijk zeggen? Ik weet het niet. Spannend wel, hè? Ja. Judith, jij komt uit, omdat hier dus de dubbeldikker, ik moet zeggen dekker staat, dat is uit Grotebroek kom jij, hè? Ja. Maar weet jij bijvoorbeeld waar de Maria-school vandaan komt? Nee. Geen idee. Ja? De Maria... Wel, ik zal even vragen. De Maria-school uit... Nederland. Heb je het gehoord? Ja. Nou, ik niet hoor. Zal ik het nog één keer vragen? De Maria-school uit... Nederland. Nee, wacht even. Jij hebt het verstaan? Ja. Nou, driemaal is scheepsrecht. De Maria-school uit... Ja, moet je luisteren, dat is mijn flauwekul. Ja, mijn oren zijn groot genoeg. En ik heb het ook lekker gehoord. Ik wil even weten, wie is zij? Is dat jouw zusje? Nee, hè? Kom eens. Oh, wacht even, dit is jouw zusje. Jullie zijn zusjes. Wat schattig, hè? Mag ik even weten hoe oud jullie zijn? Weet je dat al? Ik ben 5 en zij is 3. En zij is al 10? 3. Ik deed net of ik doof was, hè? 3 en 5, dat is toch samen 8, hoor. Hè? Vind je het leuk? Ja. Geniet jij ook? Ja. Trouwens, ik wil ik even weten. Geniet iedereen een beetje? Ja. Wat hoor ik nou? Geniet iedereen een beetje? Ja. Nee, wacht even. Iedereen geniet gewoon een beetje veel. Ja. Oké. Wel beleefd blijven, hè? Dat geschreeuw met ja. Even beleefd, man. Hè? Met 2 woorden, hè? Is iedereen hartstikke tevreden? Ik had gedacht dat ze ja zouden zeggen. Ja, goed. Dan krijgen jullie nog 1 kans voor. Iedereen tevreden? Ja! Beleefd, hè? Ja, zeggen ze nou. Ze spreken even 2 woorden. Oké, Suzanne is geweest. Judith is geweest. Rivka is geweest. Nanda, Paula, Laura. En dan Danielle, Jessica, Sanne, Jasper, Stephanie, Femke en Eugenie. Zijn allemaal al geweest. Veel, hè? Ja. En kijken wat de jury daarvan gaat zeggen zo direct. Judith, jij hebt een schitterend lied gezongen. Je hebt applaus daarvoor gekregen. Wij gaan nu naar ochtendhumeur. Voor de 3e maal. Ochtendhumeur. En het kan nog steeds. Want we zouden voor 12 uur zouden we hiermee klaar zijn. En als het voor 12 uur is, dan is het nog steeds geen middag, maar... ochtend. En nou gaan we even dat humeur hier naar de bühne trachten te krijgen. Even kijken hoor. Dat is van de Jozefschool. Van de Jozefschool, jawel. Iris. Ja, het is Iris, hè? Jij bent Iris, hè? Ja. Iris. Ja, ik zie daar ook nog een Iris. Je kent haar? Ja. Even kijken, waar komt Iris? Even kijken, jij komt van de Mariaschool, hè? Oh, Jozef, vandaar. Ja, wacht even kijken, de andere Iris. Oh, die komt uit Grotebroek. Maar jullie kennen elkaar wel? Ja. Maar even kijken, de Jozefschool komt ook uit Grotebroek dan, of zo? Nee, dat wil ik. Oh, maar jullie kennen elkaar wel, wat leuk. Iris, ken jij haar? Kom even hier, Iris. Want eventjes... Ja, want we hebben nog wel even de tijd voordat het 12 uur is. Wil ik er even, dat vind je niet erg, hè? Als je er even bij kon blijven staan. Iris, jij hebt nou Iris in je handen. Zij gaat een lied zingen. Ze doet het uiteraard met lege handen in het begin. Hooguit een microfoon krijg je in je handen. In je handen, hè? Ja. Microfoon. Of op een standaard, mag ook. Ja.
Met Jan, wat, nee, want als je die microfoon in de standaard doet en je krijgt nu al meteen irissen van Iris, voor deze Iris, dan kan je natuurlijk je handen gebruiken om die irissen vast te houden. En, of doen we het niet zo? Maakt mij niet. Nee, haar niet voor mij. Probeer ik jullie in verlegenheid te brengen, weet je wel. Aan publiek. En eens kijken wie er allemaal meekijken. Hey. Mag je het even voorlezen? Wat staat hier? Wie kijken er allemaal mee? Wij en de RTW doen het. Ja. Weet je wat het betekent? Nee. Ze weet niet wat het betekent. Weet jij wat het betekent? Nee. Lees nog eventjes in het kort wat er staat. Radio TV. Wereld. Ik weet het niet. Van de wereld, ja. Wel van de wereld. West-Friesland. Zag ook de wereld? Ja, zeker wel. Maar even kijken hoe het nou precies heet, mensen. Wij en de RTW, dat is Radio, Televisie, TV, West-Friesland, hè? Oké. Okay. Nou, nooit meer vergeten, dus Radio, TV, West-Friesland. Kijk je er wel eens na? Nee. Jij kent RTW ook niet? Nee. Nooit naar gekeken? Ga ik eens vragen wanneer ze uitzenden? Ga ik ze direct vragen? He, dan vertel ik dat de mensen... Maar nee, die hoeven dat niet meer te weten, want ze kijken er al naar natuurlijk. He. Dat is ook stom eigenlijk. Goed, Iris, hou jij je irissen? Iris, jij krijgt de microfoon, alsjeblieft. Ja? Zij krijgt nog applaus. Jij krijgt sowieso... Wacht even hoor, ik ga even onder jou door. Ja, zo kan het ook, zo kan het ook. Beetje nerveus? Ja. Ah joh, ik ben ook doodzenuwachtig, jongen. Kan mij schelen. Hey, moet je luisteren, jij gaat zingen... Ochtendhumeur, we hebben het al gezegd, we hebben het al twee keer gehoord. De jury gaat het nu voor de derde keer beluisteren. We zijn hartstikke benieuwd hoe jij het er vanaf gaat brengen. Ja? In ieder geval, voor jou Iris, Iris Rinkel, laten we even duidelijk zijn. Voor Iris Rinkel, ook een applaus voordat ze begint. Iris, succes. Bravissimo!
voor Irisio. Prachtig. Ja, ja, eigen schuld. Had je maar niet moeten zingen hoor. Iris, wat geweldig. Kom even voor me langs, want anders sta ik op je draadje. Iris Rinkel van de Sint-Jozefschool. Ja? Ja. Is het leuk bij jullie op school? Ja, is het leuk. Zijn de andere mensen van de Sint-Jozefschool het daarmee eens? Is het leuk? Nee, we hebben nog een zekere Sandra Visser van de Speelwagen. Sandra komt er al aan, zoals je ziet. Je kent Sandra? Nee. Nee? Nee. Oh, wat leuk. Sandra, dit is Iris. Iris, ik zal je eventjes je rechterhand vrijmaken, dan kun je elkaar voorstellen. Dit is Sandra, Iris, wat leuk. Sandra, jij krijgt meteen al die microfoon. Niet van Iris, maar van mij in dit geval. Jullie hebben elkaar voorgesteld. Jullie school, in dit geval de Speelwagen, hè? Is dat ook, bevindt zich dat in Menomblik? Nee. Oh, vandaar, van Wochtum. Nou, mooi kon je uit Wochtum. Nou, zeg heel mooi. No. Praten ze in Wochtum nog steeds een beetje zo, wat ik denk, nee of niet? Nee. Zeggen ze wel eens mooi, mooitje of zo? Nee. Nou, mooi, moet je hier kijken. Nog twee mooie. Weet je. Nou, oké, okay, we laten het dan. Ik vind het zo leuk, want misschien weten jullie dat helemaal niet. Maar ik ben zelf een geboren West-Fries, toevallig. Nee. Jawel, jawel. Want weet je waar ik heel, heel, heel lang geleden geboren ben? Ik ben geboren in de hoofdstad van West-Friesland, zo wordt het gezegd. En wat is de hoofdstad van West-Friesland? Hè? Hellegerg en Alkmaar. In Horen, inderdaad. Horen, oké. Okay. Ik ben dus een Horinees. Dat is misschien wel leuk voor de mensen thuis. West-Fries onder elkaar. Kun je ook schelen, maat. Nou, moet je luisteren. Deze meiden zijn er klaar voor. Jij bent er klaar mee, Iris. Jij krijgt geen bloemen, weliswaar nu. Geen irissen, maar wel een geweldig. Ja, dat heeft ze verdiend. Sandra van de Speelwagen uit Wochtum. Ben je er een beetje zenuwachtig voor misschien? Best wel. Toch wel een beetje? Ah, moet je horen. Kom maar er gewoon lekker bij staan hier. Ik weet zeker, ook voordat jij het liedje Naar de Kapper, want zo heet het liedje, hè, gaat zingen. En dat is dan net nog niet het allerlaatste liedje. Dat komt dus na Naar de Kapper, komt het allerlaatste liedje. Maar voor dit voorlaatste liedje, gezongen door Sandra Visser, weet ik zeker dat jij, nou, gewoon succes van mij krijgt toegewenst. En van de mensen hier in de zaal, of in de tent moet ik zeggen, de feestelijke tent hier in Medemblik, krijg je ook een hartelijk succes. Maar toen ik in de spiegel keek, ben ik ook wel blij. Het was helemaal mislukt, ik leek wel kaal geplukt. Mijn vader lachte luid en zei, hey, kind, pas toch uit. Had me dan ook geld gegeven, kon ik naar de kapper gaan. Had me dan ook geld gegeven, had ik het niet zelf gedaan. Jullie kijk er niet. Ja, ja. Zo zeg, dat is een dijk van een stem. Zo noem je dat, hè? Een dijk van een stem, absoluut. Ik weet niet wat de jury er verder van vindt. Hè? Blijf spannend, mensen. Allerlaatste kandidaat. Want jij was de voorlaatste, zoals je weet. Dit was Sandra Visser uit Wochtum. Tenminste, van de Speelwagen. Je woont ook in Wochtum? Ja. We hebben nu weer iemand uit Grottebroek. Namelijk van de dubbeldekker, moet ik zeggen. De dubbeldekker, jawel. En dat is, wat een leuke naam. Cecira, zeg ik dat goed? Cecira, ja? Oh, ze komt er al aan, dus het zal wel goed zijn. Go to the beach. Ja, dat is wel lekker weer ervoor, hè? Leuk, zeg de t-shirt. Keer eens om even, zo. Wat staat er? Ja, and take...
Geen idee wat er zelf op staat? Nee. Maar in ieder geval een lekker zonnig t-shirt. Sandra, jij hebt naar de kapper gezongen. En ja, ik zei het goed, hè? Cecira Boersma. Ja. Dat is dus, jawel, die gaat nou zingen, iets heel anders. Ja, dat is logisch natuurlijk, hè? Want van naar de kapper gaan we naar vinger... In je neus en daarmee in je mond. Nou, dat is niet eens zo ver, hè, eigenlijk, hè? Want hier staat de kapper en daar... Oké. Zeg, moet je luisteren, jij hebt een geweldige stem, dat sowieso. Hoe de jury dat verder gaat beoordelen, heb ik geen idee van. Wel dat jij ook een t-shirt krijgt zo direct. En dat speciale boek wat ik al net heb laten zien ook, voor kinderen van de VARA. Ja, dat hebben jullie sowieso al verdiend. Maar hoe het met die derde, die tweede of die eerste prijsbeker gaat. Even spanning erin houden. Oké, spreken we af. Goed, Sandra gaat naar de plaats met applaus. En ja, daar sta je dan als laatste, hè? Ik kom niet uit Grotebroek, maar uit Hoogkaspel. Nou, dat ligt er tegenaan, hè? Ja. Oké, en het is eigenlijk Stedenbroek, geloof ik, geworden al, hè? Een beetje, of niet? Ja. Het is één geheel, dus een verenigd West-Friesland krijgen we ook een beetje misschien wel al. Stedenbroek, ja, ik weet nog goed, Hoogkaspel, Grotebroek, en dan heb je Lutjebroek daarvoor. Ja, Westwoud daarvoor weer, Oosterblokken, Westerblokken. Toch? Ja. Die streekweg heb je daar, toch? Ja. Ik ben er wel eens geweest, hoor. En uiteindelijk kwam je dan in Enkhuizen terecht en dan als je die dijk verder gaat, dan kom je hier in het 700-jarige... Alkmaar Medeblik. Pas op, hoor. Ja. Goed. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ga nog even kijken op mijn horloge, want we zouden dus voor 12 uur met iedereen en allemaal klaar zijn. Ook met de prijsuitreiking zouden we dan klaar zijn. Want hierna begint dus die radio-uitzending van de VARA, hè? Dat weten jullie, hè? Ja. Ja, dus hartstikke spannend nu wij even. Even nog een beetje diep ademhalen. Voldoende lucht in de longen? Ja. Je durft het aan? Ja. Oké, ik verdwijn nu met grote passen. Maar niet eerder voordat ook Cecira Boersma voor haar liedje Vinger in de Neus een applaus heeft gekregen. Succes. Precies op tijd. Goed, hè? Hartstikke goed. Zeg maar. Jury, dit was dan de laatste kandidaten. Weet je wat? Druk de microfoon daar maar even in. Want die hebben we vooralsnog niet nodig. Pas als we weten wie uiteindelijk als nummer eerst is uitverkoren. Dat liedje gaan we dan uiteindelijk nog een keertje beluisteren. Ja? Goed. Wat ik nu zou... willen eigenlijk, dat is het volgende. Alle kandidaten die hebben meegedaan, ik kan ze direct nog wel versneld even noemen.
Maar iedereen die dus van zichzelf weet, oh ja, ik heb meegedaan, hè, die komt even het toneel op nu. En dat zijn even tussen ons, mensen, even tussen ons. Eugenie Dudink, Femke Metselaar, Stefanie Veke, Jasper de Boer, Sanne Spil, Jessica van der Sluis, Danielle van der Meer, Laura van IJzerlo, ja ja, sowieso. En we gaan verder hoor, Paula Nierop, Nanda Diel, Rivka Blik, Iris Nobak, Suzanne Pennekamp, Judith Schaap. Is ze er al? Ja. Oké, okay, en dan hebben we dus verder Iris Rinkel, Sandra Visser en tenslotte Cecira Boersma. Ja, ja, hier staan ze allemaal achter me. En waarom krijgen ze geen applaus? Waarom nou niet? Wacht nou even, wacht nou even. Noemen jullie dit applaus? Is dat applaus? Is dat applaus? Ja, dat is applaus. Wat een goed applaus, zeg, is dat. Geweldig applaus. Oké. Okay. Lieve mensen van de jury, ik heb hier alle kandidaten achter me staan. Ik ga even kijken in volgorde wat wij nu te doen krijgen. Nou, als ik dus hier goed gelezen heb, gaat de jury een beetje in beraad, dacht ik. Hè? Dat is Nia Vriend, onze dirigente, hè, ons alle bekend dus. Marja van Spaandonk is de journaliste. Ja? Oh, wacht even. Nee, wacht even. Ja, die is er wel, maar die is er even niet. Ik moet in dit geval... Wacht even hoor. Ja, Ria. Wacht even, Ria. Ik heb je bijna te pakken, meid. Wacht even hoor. Over het blaadje heen duiken even. Ja, ik heb je. Ria Corvelijn, die zit nu in de jury. En uiteraard onze regisseur Wim Brouwer. Die gaan eventjes nu aan het brouwen geslagen. Hè? Dat wordt een brouwsel, zeg. Dat is het 1, 2 of een derde plaats. Wie van jullie gaat dat worden? Wie oh wie? Maar ik zou graag willen verzoeken om een van onze medewerkers even datgene naar voren te toveren. En als jullie dan ietsje naar achter gaan... Allemaal, met z'n allen, even ietsje naar achteren. Ga ik met jullie mee. Dan krijg ik hier voor op het podium een doos. Of een... geen doos. Nee, dat mag ik geen doos noemen, zeg. Kijk eens even. Zo'n doos geef je een applaus, bedoel ik. Dat bedoel ik eigenlijk. Hallo, wie ben jij? Nienke. Nienke, wat goed. Nienke, jij hebt de Kinderen voor Kinderen boeken. Voordat we dus überhaupt nogmaals weten wat de jury gaat doen. Voordat we weten wie derde, tweede of de eerste plaats moet ik zeggen, heeft gehaald. Ga jij, Nienke, iedereen alvast verwennen met wat ik al een keer heb gezegd in het programma. Ik zal er eentje voor mijn hoofd houden. Dit is geen bord hoor, dames en heren. Dit is dus geen bord, maar dit is het boek Kinderen voor Kinderen, wat een ieder krijgt nu, op dit moment. Ja? En ja, dat mag best, natuurlijk. Ja. Heb je de pest in dat jij er geen krijgt of zo? Hè? Je zusje deed mee. Nou, dan kijk je toch gewoon thuis mee, natuurlijk. Dat is het voordeel natuurlijk. Hè? Even kijken, dat is het boek. Ik heb ook beloofd dat men niet alleen een boek zou krijgen, een ieder die heeft meegedaan. Maar, ja, eerlijk is eerlijk. Ik hoop niet dat jullie het erg vinden, maar dat shirt, dat moeten we ook kwijt. Dat Farah shirt, weet je wel. Mag ik dat nog even zien, hoe het eruit ziet? Ja, dat bedoel ik. Zo ziet het eruit. Wie zou het even met twee handen, wie zou er als waslijn willen spelen? Even kijken, dan ben ik hier, deze knijper. Jij bent ook een knijper. Ja, twee knijpers en dit is dan de lijn, hè? Dat is een mooie lijn, hè? Dat is dus een songfestival. Zie je die lijnen? Met echte noten en zo. Misschien is het ook voor thuis nog even te zien. Dus het Songfestival Vara T-shirt. En het leuke is, en daar is de Vara erg blij mee, dat het op dit moment de mode is om lekker ruime shirts te hebben. Dus het past altijd, hè? Dat is natuurlijk meegenomen voor de Vara weer. Goed, ik begin als eerste. Ga ik deze uitdelen aan... Of zal ik het maar niet doen zelf? Hè? Want anders is het net alsof ik me ermee bemoei. Weet je wel? Ik doe het niet. Oké. Okay. Heb jij applaus gehad ook? Nee, hè? Nog geen applaus gehad? Nee. Ja, ik wil eventjes... we zijn er toch nog niet helemaal aan toe. Maar voordat we dus die spannende eerste, tweede en derde prijs gaan bekendmaken... zou ik zo graag ook de heren van het geluid... die zijn weliswaar niet genoemd, maar geef ze maar wel een applaus. Dan weten ze toch niet waar het over gaat. Hallo, mensen van het geluid. Ja, kan je nagaan, zo druk hebben ze het. Mensen van het geluid. Ja, ik heb geen naam ook staan. Ga even naar ze toe. Ik wil namen weten. Mag ik een naam van jullie weten? Ben Haaksman, van Audio. Mag dat gezegd worden? Hoe? Alles. Oh, ja, alles is voor jullie toch? Ja, alles Audio. En zeg je voornaam nog eens? Ben dus, Ben Haaksma.
Ja, dat we het weten, hè? Alles audio. Ben Haaksma. Ja, nee, ho, niet verwennen, want hij had al een applaus gehad. Hij luisterde alleen niet. Maar ja, er is de geluidsman voor. Oké, nee, geweldig mensen. Goed, allemaal een boek. Ja, wou jij nog wat zeggen? Ja, Martin, ik wil nog wat zeggen. Mag ik hem even vasthouden? Dankjewel. Jongens, ik ben blij dat ik geen jurylid ben, want ik zou dan een hele moeilijke taak hebben en ik zou niet weten hoe ik daaruit zou moeten komen. Ik wil beginnen met twee huishoudelijke mededelingen. Ten eerste, en wat heel belangrijk is, er zijn hier opnamen gemaakt van de RTW, meermalen gezegd en genoemd. Op 2 september wordt dit programma uitgezonden. Dus noteer die datum, 2 september is de uitzending. Dat is één. Flitsen van de uitzending. Noteer jij eens even. Ja, ik noteer alles, maar dat komt dik voor elkaar. Dus 2 september. En ten tweede, aan de andere kant van gedempt achterom staat nog een tent, een kleinere tent. En daar gebeuren allerlei leuke dingen, waaronder nu direct na afloop een levend poppenkast. Dus heel interessant, ga daar naartoe. Ga kijken hoe deze mensen poppenkast in levende lijven presenteren. Dat waren de huishoudelijke mededelingen. Ik wil uiteraard overgaan tot het bedanken. En nou zal ik dat heel snel doen. Ik wil eerst bedanken de mensen van het bedrijf VARA, Berend Papenburg, Kees Dorman en Leen Wessels, die volledige ondersteuning hebben gegeven aan dit programma. En voor de productie tekende onder andere Renka Zwepke en ondergetekende. Nou, nu dus het belangrijke moment. De temperatuur stijgt, zowel hier als in de zaal, denk ik. Vooral bij de kinderen. Ik wil even tot bedankjes overgaan. En blijven jullie rustig zitten. Jullie krijgen uiteraard als jury het boek Kinderen voor Kinderen. En er is uiteraard ook een boeket bloemen. Dat komt naar jullie toe. Die boeken zullen we direct geven. Bedankt Wim Brouwer. Bedankt Ria van Korvelijn. Bedankt Nia Vriend. Bedankt ook. Kijk, het is een bedelaar. Hè? Hij wordt als laatste genoemd, maar hij wil vooraan staan. Hij wil als eerste genoemd worden. Maar goed, het leukste, het mooiste, het beste bewaren natuurlijk dat laatste. Hè? De eerste zullen de laatste zijn. Ja, precies. Nou, hij heeft zijn lesje goed geleerd, dat merk je wel. Maar goed, ik moet bij deze, en ik wil van deze, bij deze uiteraard vanuit het diep van mijn hart bedanken Martin Broosjes, die op een onnavolgbare manier hier dit programma heeft gepresenteerd. En ik denk dat gezien de reacties vanaf het podium en vanaf voor het podium, dat tot volle tevredenheid is gebeurd. Martin, bij deze hartelijk dank. Ik hoop dat we elkaar waar dan ook nog eens een keer terugzien. Er is uiteraard een boek voor jou. Er is uiteraard een boeket bloemen. Een t-shirt zullen we ook regelen. Ik weet niet of we nog van die kleine maatjes zijn, joh. Maar goed, als laatste, ik heb nog... Als laatste, ik wil even een uitzondering maken. Waar is de grote kleine of de kleine grote organisator van dit hele festijn wat hier in Medemblik plaatsvindt? Even in de schelp. Wally Vrijsen. Waar is die? Ah, onherkenbaar, maar fantastisch uitgedost. Dat is een hele kleine grote man. Hij wordt nog steeds groter door die mooie steek. Maar dat is de grote organisator van dit hele feestprogramma. Ja, natuurlijk. Ik wil in Wally Vrijsen de gemeente Medemblik van harte feliciteren met het 700-jarig bestaan. En ja, je kunt dat met grote cadeaus doen. Maar ik denk dat de kinderen die hier aanwezig zijn geweest op een voortreffelijke manier dat cadeau al hebben aangeboden, want het was voortreffelijk. En Wally, een boeket bloemen. Neem het mee, het is van harte gegund. En nogmaals, dat zal ik maar niet doen. Ik zal je de hand geven. Hartstikke bedankt en nog veel sterker deze week. Oké. Mensen, we gaan nu over tot de uitslag van de jury van het Songfestival. De jury heeft na lang beraad dat bekendgemaakt. Inmiddels aan Martin Broosjes. Ik hou mijn mond verder. Ik wens jullie een hele prettige dag verder. En het laatste woord is natuurlijk voor de man die altijd nummer 1 wil zijn, Martin Broosjes. Ik heb inderdaad de eerste prijs te noemen en daarna uit te reiken. Ja, en dat is hartstikke spannend. Jongens, ik durf het bijna niet te zeggen. Zullen we beginnen met de derde prijs om het spannend te houden? Ja. Daar beginnen we mee. Met de derde prijs is uiteindelijk gewonnen door
iemand die gezongen heeft het liedje Ochtendhumeur. Nou, dan weten we nog niks natuurlijk, hè. Want wie, oh wie, hebben Ochtendhumeur gezongen? Danielle van der Meer. Ja! Ja, die heeft het gezongen. En even kijken wie nog meer heeft het. Ja, daar heeft nog meer het gezongen, hoor. Ochtendhumeur heeft gezongen. Iris Rinkel heeft het bijvoorbeeld ook gezongen. Zie ik hier staan. Iris heeft het gezongen. En was er nog iemand die ochtend, helemaal in het begin? Het eerste natuurlijk, Eugenie. Wat leuk dat ik er zie staan. Als eerste, Eugenie Dudink. Die dat gezongen heeft, weten jullie nog wel. Zij was de eerste die dit liedje zong van de Mariënschool. En daarna werd het gezongen. Wordt het niet een beetje al te spannend nou, mensen, voor die derde plaats? Nou, oké, dan gaan we er snel doorheen. Daarna werd het gezongen, Droevig Gevoel, werd gezongen door... Ochtendhumeur, hè, heb ik het over. Oh, wacht eventjes. Nee, daar ben ik... Jawel, zie je wel. Danielle van der Meer heeft het gezongen, dat zei ik al net. En tenslotte, ja, het moet genoemd worden, als derde zong het Iris Rinkel. En Iris Rinkel heeft daardoor de derde prijs. Yeah! Van harte, meid. Jawel. Oh nee, dat stond er weer. Kijk eens even. Mag ik even kijken, Iris? Kijk even mee thuis. Iris, kijk even wat erop staat. Ik kan het niet lezen, hoor. Nou kunnen ze thuis alleen lezen en Iris niet. Iris, lees maar eventjes. Staat er überhaupt wat op? Nee. Staat er niks op? Jawel, toch? Jawel. Ster, Neon, Sportprijzen, Scharlo, 18 horen. Dat mag wel even genoemd worden, hè, voor Radio Televisie West-Friesland. Zo, die is klaar. Jodelegi, staat er geen derde prijs op? Jawel. En lees even dan. Derde prijs, VARA, Kinderen of Kinderen, 1989. Ja, dat wou ik alleen even horen, dat was goed. Jongen, wat stond er ook weer onder op? Wat stond er ook weer onder? Ja, dat lees je zelf maar, hoor. Goed. Lieve mensen, dat was de derde prijs, kan je nagaan. Hoe goed, hè? Tweede prijs. Laten we daar dan mee vervolgen. De tweede prijs... Even kijken op het klokje van gehoorzaamheid, want we zouden... Jawel, dat halen we makkelijk. Daarna wordt het nog een keer gezongen namelijk, hè. De eerste prijswinnaar of winnares, die gaat nog een keer zijn winnende lied zingen. Maar daar zijn we niet aan toe, nog steeds niet, want we zijn bezig met de tweede prijswinnaar of winnares. Wie oh wie. Als ik jullie vertel dat het een liedje is geworden wat eenmalig is gezongen door één meisje, terwijl het liedje Meidengroep heette. Nee. Dat had jullie wel gewild, maar die heeft helemaal geen tweede prijs gewonnen. Lekker punt. Nee, ja, ik vond het wel leuk wat ze deed, maar de jury vond dat dus toch niet dat het zo moest zijn. De jury vond dat de tweede prijs moest zijn voor Stefanie Veke met Droevig Verhaal. Of Droeverig Verhaal, dat is het. Dus jammer voor Nanda. Nanda heeft dus niet de tweede prijs, maar... Stefanie Veke. Stefanie, kom even naar voren. Ja, ik heb jou bewonderd, hoor. Als tweede nummer heb jij dat nummer gezongen. Of het derde nummer was het eigenlijk, hè? Helemaal in het begin, weet je het nog? Ja. Je hebt dus een strand van schelpen heb je gecreëerd, weet je nog wel? Ja. En die stoel heb je ook gebruikt? Ja. Je kan het je allemaal nog herinneren? Ja. Het is zo lang geleden, het was helemaal aan het begin van de voorstelling. Maar desalniettemin. Kijk eens even aan, jij mag hem uitdelen. Wat? Gefeliciteerd. En wat zeg jij dan? Bedankt. Oké, jij krijgt van mij ook nog de hartelijke felicitaties. Op dezelfde manier als ik het al gedaan heb. Flauwekul allemaal, maar het hoort er ook bij, hè. Tweede prijswinnares dus, Stefanie Veke. Met haar schitterende liedje. Gezongen voor de kraaien. Boom. Ja. Maar nu de eerste prijs. Mensen, het was erg moeilijk, staat hier. De jury heeft het zeer moeilijk gevonden. Hetzelfde verhaal, altijd, je kent het wel. Maar heel goed beoordeeld, dacht ik wel. Ja, zal ik het meteen noemen of zal ik er een verhaal aan vastbreien? Niet, nee, hè? Geen gedoe eromheen, hè? Oké. Okay. Wie zouden jullie het liefst hebben? Wie het zou... Hè, wat? Wie? Nou, weet je, ik weet het goed gemaakt. Voordat jullie nu allemaal door elkaar heen gaan, wil ik even weten, dan weten we dat ook meteen maar, hoe heet, want kijk, jullie weten natuurlijk dat ik Martin met mijn voornaam heet, dat is verder geen punt meer, dat wisten jullie al lang. Maar ik wil even weten hoe jullie met jullie voornaam noemen. Wat? Even met z'n allen, anders hoor ik het niet. Hoe heten jullie met je voornaam? Wat, hè? Zo,
dan weten we dat ook weer meteen. Geen flauwekul mensen, ik ga nu niet alleen een voornaam noemen, ook een achternaam, de volledige naam dus, van diegene die hier in Medemblik heeft gewonnen het schitterende festival. Dat is geworden. Weten jullie al wie het misschien zou kunnen zijn? Nee, maar wie hopen jullie dan? Lieve mensen thuis, ik zal het dan maar heel duidelijk vertellen. Het is geworden iemand van de speelwagen. Jawel, jawel, nee, jawel, jawel, wel nee, jawel, jawel. Het van de speelwagen met het liedje medegroep Nanda Deal. Goed hè, Nanda, kom naar voren. Kijk eens even, hartstikke gefeliciteerd. Mag ik je eerst, hè, want, hè? Ja, nee, hartstikke goed. Want je dacht, wat overkomt me? Hij gaat mijn naam noemen. Niet eens de tweede prijs gewonnen, weet je wel. Ja. Wat blijkt dit te zijn met je schorre keeltje? Hé, hey, wat blijkt dit te zijn? Geen tweede prijs, helemaal geen derde prijs, maar een... Eerste prijs. Een eerste prijs, hartstikke goed. Heb je er al applaus voor gehad? Ja, nog maar een keer dan. Ja, wel. Schitterend. Kijk eens even. Nanda Deal. Met het schitterende meisje. Nou, de techniek heeft het al lang begrepen. Meidengroep wordt een keer voorgezet. De andere meiden zijn er helemaal... Ja, wel een enkele jongeling toch ook. Eén jongen geloof ik, hè? En jij met twee jongen. Oké, zullen we het zo doen? Alle meiden, behalve de eerste prijswinnares natuurlijk. Jullie gaan als achtergroep, gaan jullie die... De twee jongens komen hier voor te staan. Jawel, hier nog één toch? Oh nee, is er maar één jongen in totaal? Ben jij de... Jaspertje. Ja, wat komt er nou van? Jasper, Jasper, vlugger! Vlugger! Harder! Nou, valt me nou. Maar we weten in ieder geval dat het over Jasper staat. Jasper, jij mag naast haar dan een beetje doen. Vind je het leuk als hij naast je staat? Vind je het leuk? Ja hoor. Oké, ga jij je lied nog een keer zingen? Het schone lied, medegroep. Ja, de beker heb je daar staan. Oké, en lieve mensen, nu we het lied al een keer duidelijk hebben gehoord, het heeft zelfs de eerste prijs gewonnen, het liedje. Nu gaat iedereen meezingen, wedden. En nog eens een keer lekker hard ook. Het hoeft niet mooi te zijn als mijn hart is. Jongens, we zingen allemaal mee. Oké, hier gaan we met medegroep. De eerste prijswinnares, Nanda Deal. Applaus. Ja, en ja, prima. Heb je hem? Gaan jullie even door met applaus, anders is het zo stil. Ja, Nanda Deal. Succes, hè. Ik heb ze thuis eens laten weten wat ik later worden wil. Het was net onder een eten en droppen. Ze zei dat ik wou zingen en het liefste in een groep. Oeh, dat was groot gedonder, ten de gazen had gemeen. Maar ik bleef er echte ronde en ik riep er dwars doorheen. Thank you.
hartstikke goed. Allemaal aan de beurt geweest. Fijn, lieve mensen. Ik vond het enig. Ik vond het echt hartstikke leuk. Vonden jullie het ook leuk? Nee, eerlijk zeggen. Vonden jullie het leuk? Ja! Vonden jullie het hartstikke leuk? Ja! Nou, wij vonden het ook enig. Nogmaals gefeliciteerd. De eerste, tweede, derde prijswinnares. Allemaal en iedereen hier aanwezig. Zowel de kandidaten als het publiek. Geweldig bedankt voor jullie geweldig applaus. Ik moet nou alleen tegen iedereen even vertellen. Het klokje van gehoorzaamheid is 11:58. Exact om 12:00 is het de bedoeling dat hier dit gedeelte van de tent leeg is. Omdat de VARA dan bezig is inmiddels met het radioprogramma. Wat over een enkel uurtje hier direct vanuit Medemblik direct wordt uitgezonden voor de VARA. Dus de bedoeling is dat we na dit feestelijk gebeuren deze tent... gedeelte, dit gedeelte althans, hè, gaan verlaten. En dat mag wat mij betreft onder een eerzaam en een heel leuk en hard geroepen dag allemaal, dag! Ik zeg dag! Dag! Tot ziens! Wel, beste mensen, na een hele spannende strijd bij dat Songfestival zit ik dan hier naast de drie prijswinnaressen. De allereerste prijs, dat was Nanda. Nanda. En jij was zo verschrikkelijk zenuwachtig en schor. Hoe kwam dat nou dat jij zo schor was? Nou, we zijn met een hele klas naar Hattem geweest, 3 dagen. Nou, toen ben ik schor geworden. En toen zag je het helemaal niet meer zitten, dit Songfestival, hè? Nee, ik wou eigenlijk mee stoppen, want ik was zo zenuwachtig. Ik denk van, nou, dat lukt niet meer. Ik heb heel veel honing en dropjes gegeten en zo. En zo zie je maar weer dat het toch allemaal weer helemaal goed komt, hè? Een prachtig boek en een pracht van de beker. Stephanie, dat ben jij. Volgens mij heb jij wel eerder meegedaan met dit soort Songfestivalen. Nou, met playback shows. Met playback shows? Ja, niet met dit. Ja. En ik zit nou bij een soort koortje, daar zie ik ook gewoon. En die playback shows, waar was dat? En wat voor liedjes heb je daar gezongen? Dat was in Volgende Wende in Hoogkarspel. En ja, ik heb een liedje van Wilma van Jaja de Maan. En daar heb ik ook weer, in Volgende heb ik nog een liedje gedaan van Kinderen voor Kinderen, mijn vader is allergisch. En ook wel eens prijsjes gewonnen met dat soort playback shows? Ja, ik heb met Kinderen voor Kinderen, daar had ik toen de tweede prijs. En met Jaja de Maan had ik toen de vijfde prijs. En... Dus je bent het wel gewend prijzen winnen? Ja, en hoe zit dat met Iris? Is die ook gewend om prijsjes te winnen met songfestivals? Nou, niet echt met songfestivals, maar wel met playback shows. Dus jullie kennen elkaar eigenlijk? Ja, eigenlijk wel, ja. Jullie komen elkaar altijd tegen bij allerlei wedstrijden. En wie is nou altijd de beste van jullie drieën? Nou, meestal doen we niet bij elkaar. Meestal gewoon, die gaat daar, ik ga daar en zij gaan daar weer. Oké, zeg, hey, meiden, hartstikke goed. Jullie hebben het verschrikkelijk leuk gedaan. En ik denk dat iedereen die heeft gekeken naar deze uitzending en die in de zaal heeft geluisterd, dat die heel veel plezier heeft gehad. Hartstikke bedankt en... Toi, toi, toi.